De Seine en de Schelde. Samen vormen ze het toekomstalternatief voor wegtransport. Met steun van de Europese Unie investeert de Vlaamse Waterweg in een vlotte verbinding tussen deze twee waterwegen. De binnenvaart houdt al heel wat vrachtverkeer van de weg. In de toekomst willen we ook grotere schepen verwelkomen en meer inzetten op digitaal verkeersmanagement en slim waterbeheer. Eén groot schip kan evenveel vervoeren als 220 vrachtwagens. Daarom bouwen we hogere bruggen. Zo kunnen we meer goederen vervoeren via het water en verminderen we de files op de weg. Aan die toekomst werken we elke dag. We zorgen er ook voor dat deze schepen veilig kunnen kruisen dankzij passeerstroken. Dat ze vlot kunnen varen met aangepaste bochten. En dat ze toegang hebben tot grotere sluizen. Grotere schepen hebben ruimere, aangepaste vaarwegen nodig. Maar we bieden niet enkel mobiliteitsoplossingen. Natuur en economie gaan hand in hand. We maken werk van rivierherstel met vispassages, natte natuur en natuurvriendelijke oevers. Zo geven we fauna en flora nieuwe kansen. Goed nieuws dus voor tal van dieren, maar ook voor pleziervaarders, hengelaars of recreanten voorzien we infrastructuur op maat. Beleving langs of op het water, daar gaan we voor. Nog meer recreatie vind je als fietser of wandelaar naast het water. Met stadsvernieuwing creëren we een aangename omgeving waar iedereen welkom is. We voorzien zitbankjes en verlaagde kaaien langs het water. Zo vaart iedereen mee dankzij Seine Schelde Vlaanderen.